Wat doet deze grote kip hier in de wei? Nou, we zijn hier op de boererfdag. In Hanke, daar valt het onder. Yes. Oh, helemaal verder weg. Ja. Ja. En ik spraak hier met Theo Koekoek. En jullie hebben een kippenbedrijf, maar wel een heel bijzonder kippenbedrijf. Vertel. Ja, elk kippenbedrijf is bijzonder, denk ik. Maar ons kippenbedrijf is ook bijzonder, zeker. Pluimvee en akkerbouw op ons bedrijf staan hier op de boerenerfdag in Hank. We proberen elk jaar op de boerenerfdag te staan met onze eieren. Aan de ene kant onze eieren te promoten. Je kunt hier eieren kopen in de stand. Maar het is ook gewoon ter PR van de sector in totaal. We hebben een eierautomaat staan aan de weg bij ons thuis bij de boerderij. Dus die promoten we ook weer op zo'n dag. Dus altijd weer nieuwe klanten. En men zegt, goh, leuk. Ik ga voor dan ook eieren bij jullie halen. Dus dat is leuk. We hebben een liqueur laten maken van onze eigen eieren. Dus een streekproduct, eierlikeur. Gaan we even laten zien, moment. Even kijken. Zitten netjes verpakt. En je kan ze ook proeven. Hebben jullie het al geproefd of niet? Nee. Dat durven we nog niet. Moet nog rijden naar huis, zeker? Nee, dat dus zo probeer ik weer een stukje toegevoegde waarde te leveren en met je eieren verderop in de keten te gaan met een eierlikeur. En ook weer af te zetten naar de consument als streekproduct. We zien natuurlijk streekproducten enorm in zwang. We zien enorm behoefte om te onderscheiden voor winkels, voor burgers, voor restaurants. Dat ze weten waar het vandaan komt. Weten wat vandaan komt. Hè? En dan wordt streekproduct enorm hoog gewaardeerd bij dat alles. Het is ook leuk om te zien dat veel mensen ons bedrijf wel kennen, want die bruine kip waar we net mee begonnen, ja, is ook leuk om te zien, die staat altijd bij ons in de wei, waar de kippen loslopen. En we hebben al verschillende reacties gehoord vandaag, zeiden, goh, wij misten hem al afgelopen week, waar is die bruine kip gebleven? Want er staat een bruine en een witte, en nu vandaag staat er alleen een witte. Dus hij is gewoon een dagje uit naar de boerenerfdag. Ja, aan het scharrelen hier. Aan het scharrelen hier, en maandag komt hij weer op zijn plek terug, zijn ze weer samen bij ons thuis. En ook bijzonder, het zijn niet alleen maar scharrelkippen, maar ze lopen zelfs buiten in de wei, hè? Ja, dus het zijn vrije uitloopkippen en dat was twee ster beter leven. Dus je hebt 1, 2, 3 ster en wij hebben 1 en 2 ster beter leven. En de 2 ster beter leven kippen, die lopen inderdaad buiten. En hebben een heel weiland om te scharrelen met bomen en begroeiing en bebossing erbij. Ja. Dus je kan zelfs bij de eierautomaat bij hun aan huis. Dat is op de Uppelshoek 28 in Uppel, bij Almkerk. En dan kan je zelfs je broodje picknicken aan de tafel. Daar kun je gewoon verblijven en het is echt heel leuk om gewoon eens een uurtje kippen te kijken wat dat betreft. Gewoon, dat is gewoon prachtig om te zien als die kippen daar voor je picknicktafel bezig zijn om wat rond te scharrelen en te doen en te zoeken hoe dat ze op elkaar reageren. Dus echt voor de liefhebber is daar gewoon de moeite om daar een keer even je boterhammetje of je lunchpakketje inderdaad op te eten. Ja. Van harte welkom. En de eieren hoef je niet in de wei te zoeken? De eieren hoef je niet in de wei te zoeken. Vlakbij de picknicktafel staat de eierautomaat en daar kun je alle soorten, maten, hoeveelheden eieren uithalen die je daar heel vers mee kunt nemen naar huis toe. Nee, bedoel, jij hoeft ze ook niet buiten in de wei te rapen, toch? Oh, ik hoef ze ook niet buiten. Nee, gelukkig niet. De kippen die hebben gelukkig geleerd om binnen in de wei, binnen in de schuur, in de legnest, de eieren te leggen. Dus heel af en toe vind je er eentje buiten, maar dat is gelukkig heel sporadisch. Ja. Nou, we gaan even afsluiten. Ik sluit nog even af met een doosje eieren die ik net gekocht heb. Dus die kan ik thuis weer lekker eitje bakken. Mijn zoon miste al de uitsmijter gisteren. Dus ga op zoek naar de boer en kijk wat ze vers te kopen hebben. Dan weet je ook gelijk waar het vandaan komt. Dankjewel Theo. Dankjewel, we zien jullie graag.